Ja, vrienden, er zijn weer allerlei programma's met overzichten van het afgelopen jaar en ook van 2022. Maar één zit er niet in, hè. Eén onderdeel zit er niet in. En dat noem ik dan de nationale vergissing. Ja, onze nationale vergissing. Want we hebben daar met miljoenen allemaal naar zitten kijken. Naar Boer zoekt vrouw. En de nationale vergissing, die heet Maud. Ja, ik wil het even hebben kort over onze Maud. Want die heeft ons echt verschrikkelijk op het verkeerde been gezet. En die heeft ons echt allemaal, hup, door de beentjes gespeeld. En ons helemaal, hup, hup, alle kanten op laten schieten. Want die maakte een paar schijnbewegingen die wij nog nooit gezien hadden. Hoe zat het ook alweer met die Maud, weet je nog wel? Die kwam daar bij Koetjeboe, bijgenaamd die Evert. Ja, die zit daar dus ergens in Drenthe met zijn koeien. En Koetjeboe, die kreeg ineens die Maud voor zich. En die Maud begint gelijk, weet je wel, een enorme grote aanstellerij. Dat is in ieder geval zo'n verhaal. En die begint ook tegen hem gelijk, dag leukert. Ja, zei Maud. Nou, en wij dachten allemaal, daar gaan we weer. We hebben weer een volkomen mattenklap, hebben we weer in de uitzending. En ja hoor, en die Maud die gaf ook niet af, hè. Die ging maar door. Die vond het leuk om koetjes te zien. En er vielen hele lange stiltes met Koetjeboe. En dat vond ze ook helemaal niet erg. En ze vond haar boertje, haar zwijgende boertje vond ze zo leuk. Ja, en daar genoot ze van. En zo ging dat maar verder en maar door. En uiteindelijk ging zij ook nog een briefje voorlezen. Want ze kon het niet zomaar rechtstreeks tegen Koetjeboe zeggen, want dan zou haar bril gaan beslaan en dan zou ze helemaal zenuwachtig worden en het zou ze helemaal niet aankunnen. En ja, en toen ging ze vertellen dat ze hem zo leuk vond. Nou, en die Koetjeboe wist begot niet wat hij ermee aan moest. Die zag je alleen maar, wat moet ik hiermee? En die zoemde haar toen nog op de wang, kan je nog herinneren? En toen moest zij hem maar gaan uitleggen. Nee, je mag ook wel een beetje zo op mijn mond zoenen. Nou, het was één groot gillend misverstand. Dat gevoel hadden wij. Daar keken we naar. Twee werelden die volkomen uit elkaar lagen. En daar hadden we mee te maken. Maar goed, vrienden, wat hebben wij nu geleerd? Ja, de romantiek. De liefde of de verliefdheid, of hoe we het ook willen noemen, die kent heel veel zijpaden. Ja, en steegjes. En hele kleine pleintjes en achterbuurtjes die wij niet kennen. Want zij zijn, die Maud en die Koetjeboe, ja, die hebben een geitenpaadje gevonden in die romantiek. Ja, een sluiproute die wij nog niet kennen, hoor. Nee, en ze hebben ons totaal verrast. Want wij dachten, dat gaat nooit wat worden. En die Maud, die stuurt die gelijk weg. Maar nee, Maud die bleef gewoon doorgaan met wat ze deed. En Koetjeboe vond haar leuk. En zij vond Koetjeboe leuk. Ja, en wij hebben het allemaal helemaal fout gehad, vrienden. Helemaal ernaast. Ja, want wat blijkt nu? Die Maud is helemaal geen toneelspeelster. Is ook helemaal geen aansteller. Ja, dat vinden wij wel, maar dat is niet zo. Zij is volkomen authentiek. Zij, Maud, is helemaal zichzelf. Ja, en zij heeft gewoon overwonnen, want zij wilde graag daar bij die boer op de boerderij. En kijk, het eindresultaat. Want ze woont daar. Ze woont nu bij Koetjeboe. Daar in Drenthe zit ze gewoon, doet mee op die boerderij. Staat ze morgens op, om 5:30 weet ik veel, om mee te helpen. Ja, ja, en dat hebben wij dus allemaal nooit gezien, nooit verwacht. En we hadden allemaal daar een oordeel over. En ik ook, ja. Dus, vrienden, Maud is
voor 2022 onze nationale vergissing.